kanelbullar, Zweedse kaneelbroodjes. Zeer populair in de Scandinavische landen. Typisch daaraan is, daar zit ook een beetje cardamom in. En 10% van de wereldproductie van cardamom wordt gebruikt in Scandinavische desserten. Ik ga beginnen met deeg. Ik heb 250 ml melk nodig. Ik ga die verwarmen tot op lauw warm. Daarin gaan we de gist oplossen. Ik heb ook boter nodig. 80 gram gesmolten boter. Boter is gesmolten. Ik ga die eventjes in een kommetje doen om iets af te koelen. Bij de lauwe melk gaan we onze gist aan toevoegen. En dan ook nog 40 gram fijne suiker. Die suiker gaat ervoor zorgen dat de gist meer gaat werken, dat die actiever wordt. En dan, om dat iets sneller te laten gaan, gaan we dat afdekken met een beetje plasticfolie. En dat laten we dan even rusten totdat er belletjes opkomen. Dan gaan we nu onze bloem afwegen. We beginnen met 400 gram en we kunnen later nog altijd bloem toevoegen. Bij de bloem ga ik de cardamom aan toevoegen. Dus cardamom is een verwarmend kruid. En dan gaan we daar ook het zout aan toevoegen. Heb ik verder nog nodig een half eitje. We gaan ons deeg beginnen kneden. Dus ik doe het melkmengsel samen met de gist in de keukenrobot. De boter is voldoende afgekoeld. Die gaan we daar nu aan toevoegen. Even draaien nog. En nu, terwijl dat aan het draaien is, gaan we daar de bloem beetje bij beetje aan toevoegen. Dus de bloem met cardamom en zout. Het mengsel dat we moeten bekomen moet een beetje kleverig zijn. Hoewel loskomen van de kom, is het te kleverig, kan je wat extra bloemen aan toevoegen. En als laatste een half eitje. Dus niet enthousiast, de rest van het eitje hebben we nog nodig. Dit moet 5 minuutjes kneden tot het ei volledig mooi opgenomen is. Een mooi soepel deeg. Gaan we een beetje bij elkaar doen. Afdekken met plasticfolie. En dan kan dat een half uurtje op het gemak rijzen. Intussen gaan we de vulling maken. We hebben 80 gram boter nodig op kamertemperatuur. 80 gram kristalsuiker. En dan hebben we onze specerijen. We hebben cardamom, kaneel en nog een beetje vanillesuiker. Kijk, we hebben hier nu al een mooie puree. Dan gaan we daar nog onze eetlepel bloem aan toevoegen. Ons deeg, mooi gerezen, in volume verdubbeld ongeveer. Het deeg mag een beetje kleverig zijn, want te veel bloem geeft droge koeken. Ik heb er de lucht uitgedrukt. Nu gaan we het deeg uitrollen tot een rechthoek. Gaan we bestrijken met onze vulling. Dus je ziet, uw boter moet zo'n beetje de juiste consistentie hebben. Als het te vloeibaar is, kan je dat ook niet mooi uitstrijken. En dan gaan we nu het deeg dichtvouwen. Dus de ene flap naar boven, de andere erop, zoals een envelop eigenlijk. Dan nog eens platrollen. Nu gaan we daar repen van snijden. De bedoeling is dan dat je dat ronddraait, zoals een twister. En dan gaan we die oprollen. Zo. En het uiteinde steken we onderaan. We duwen het een beetje naar boven. Zo hebben we een knotje. En dan onze parelsuiker. Klaar voor de oven. 10 à 12 minuutjes op 200 graden. Recht uit de oven. Wat is belangrijk nu? Dat we die even afdekken met een vochtige handdoek. Zodanig dat ze mooi smeug, slap blijven en niet te hard worden. Dat is lekker als een 4 uurtje, maar ook als ontbijt. En je serveert dat een beetje lauw, lauw warm. Smakelijk!